fingers crossed. Hopen dat ze het hebben. Goedemorgen, het is donderdagochtend. Leuk dat jullie kijken. Ik ben snel mijn schoenen aan het aandoen, want Sarah moet naar school. En die heeft geen zin om naar school te gaan vandaag. Dus die is niet aan het opschieten, die is boven zich nog aan het aankleden. En ik moet daarna ook gelijk door. Maar nu even bij haar kijken. En dan snel de auto in. En dan zie ik jullie zo. Sarah zit op school. Ik ga even rijden. Ik moet naar de markt. Ik moet stof hebben. We hebben over een maand een bruiloft. En ik heb daar een jurk voor. Maar ik wil een jurk die matcht bij mijn jurk voor Sarah. Ik vind het zo erg als we vloeken. Plus we hebben een dresscode met kleur. Dus wel handig als dat precies klopt. Maar ik moet die stoffen dus weg. Ik weet nog vroeger maakte mijn moeder heel veel kleding zelf. En dan had ik het gevoel dat je overal stoffen kon halen. Maar dat is tegenwoordig wat lastiger. Dus ik had één plek redelijk in de buurt nog gehoord. Dus daar ga ik dan nu heen. En hopen dat dat dan zo is. Oké. Zodra we mijn school weg te kunnen rijden. De blower even lager zetten. Dan horen jullie me. Dus ik echt fingers crossed. Hopen dat ze het hebben. Want anders moet ik echt gewoon ja, een half uur, drie kwartier gaan rijden voor stoffen. Daar heb ik eigenlijk echt geen zin en geen tijd voor. Dus ja. We zijn thuis en ik ben helemaal geslaagd voor de stoffen. Lieve thee aan het zetten en nog even snel een paar dingetjes huis. Dan Sarah weer opa een beetje korte dag op school. Opa komt zo langs en als opa weg gaat komen, Masha en Fayen weer langs. We blijven gezellig eten. Ik weet eigenlijk helemaal niet of ik dat al verteld heb, maar goed. Dus ik zal trouwens ook even laten zien wat ik aan heb. Deze top van Typhoon. Spijkerbroek French Connection en weer mijn doelaarsjes. Ik weet niet wat het is met die laarsjes, maar ze lopen zo lekker. Ik woon er het liefst in. Ik ga even de jurk. Ik heb een jurkje van Sarah. Dat hebben we vorig jaar voor haar gekocht, maar die zit zo mooi. Dus die geef ik mee. Ik wil een soort gelijk modelletje. Alleen dan in de juiste kleuren. En wel iets anders, maar qua algemene pasvorm is die echt perfect. Dus even een tasje erbij doen en mijn keus is mijn buurvrouw, dus als het thuis is even afgooien bij haar. Dan komt het helemaal goed. Het is stralend weer nu en het is voor het eerst dat ik denk, nou, het is helemaal niet zo koud. En ik loop gezellig met mijn kleine meisje, die is uit school. Dus dan gaan we snel thuis even eten en dan komt opa gezellig. En daarna van Jan. Ja, en daarna van Jan en Masje, maar dan is opa alweer weg. Nou. Heb je opa versierd? Staat je goed, opa? Je bent een gekkie. Ja. Ik weet nog Sarah, niet. Sarah, als we nou niks meer tegen opa zeggen, dan gaat hij dadelijk zo de deur uit. Nee. Laat je opa zo naar buiten gaan? Nee. Het zou wel. Opa, dan kijken al je buren je aan. En denken ze, nou, dat gaat niet meer goed, hè, met die meneer. Opa is weer naar huis. En Masha en Fien komen zo en zeggen dat hij zit. Opa! Oh nee! Wat een drama. En nu? Opa terugbrengen. Opa terugbrengen. Nou, ik denk dat hij al een aardig stukje gereden is. Hij is 10 minuutjes al weg. Dus, en Sarah de vriendinnetje komt en ze is zo ongeduldig. Dus ze kan echt niet wachten. En ze moet toch nog even een half uurtje wachten, maar dat komt goed. Eerst kaas en beet. En dan maar. Nee, doe maar gewoon je lepeltje pakken dan. Wil je kaas eroverheen of niet? Kom maar met je lepeltje. Het is alweer laat en één keer raden wat ik natuurlijk weer aan het doen ben. Eten aan maken, echt. Ik heb gewoon een onstopbare moussa. Kan er niks aan doen. Dus. Maar ik heb daar dan zo'n trek in en zo stom. Dan ben ik het na een tijd helemaal zat. Maar nu wil ik dan echt gewoon elke dag stopbrood. En dan als ik stop ben, heb ik iets anders moet, dan zal ik dat weer eten. En ik ga ook mijn laatste aflevering Supernatural kijken.
echt, ja, je moet ervan houden, maar ik vind het echt een van de briljantste series ooit gemaakt. Dus als je hem niet gezien hebt, ga hem zeker kijken. Oh, dit is zo lekker. De boter heb ik er helemaal in laten smelten en hij is zo knapperig. Helemaal geweldig, die laatste aflevering. En goed en slecht nieuws, een open einde. Dat betekent nog een seizoen. Daar word ik blij van. Nadeel is wel dat dit seizoen net uit is, dus dat ik een hele tijd mag gaan wachten. Maar goed, het zijn erge dingen in het leven. Ik ga lekker mijn bedje in. Bedankt voor het kijken. Vergeet je natuurlijk niet te abonneren en een duimpje achter te laten. Zie ik je morgen. Doei!